Het conflict in het Midden-Oosten, met name de aanval van Iran op Israël, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor Suriname, vooral op het economisch gebied. Minister Arbeid Ramdien van Biebes benadrukt dat de stijgende prijzen van producten een negatieve impact kunnen hebben op de Surinaamse economie. De sancties van de Verenigde Staten tegen Iran zullen ook invloed hebben op Surinaamse bedrijven van Iraanse oorsprong, hoewel de details over hun rol op de markt nog enigszins onduidelijk zijn. Ramdien stelt dat Suriname een neutraal standpunt inneemt en zich richt op humanitaire aspecten in plaats van op politieke redenen. Hij benadrukt het belang van diplomatieke oplossingen en de noodzaak om wereldwijde rust en stabiliteit te herstellen. De kosten van oorlogen zijn immers enorm. En regeringsleiders zouden deze middelen beter kunnen inzetten voor andere beleidsgebieden. Maar het zijn de bedrijven zelf die hun case gaan moeten maken. Dit is op zichzelf geen regeringsaangelegenheid. Wat ik wel wil zeggen is dat we aan het onderzoeken zijn welke bedrijven dit zijn, of ze alleen maar van hieruit opereren, dan wel, en wat voor soort handel zij drijven. En dat onderzoek is nog gaande. We hebben op dit moment alleen de basisgegevens. Want ik weet niet of die producten hier komen of elders naartoe gaan. Als ze Suriname als basis hebben, dan willen we wel goed weten onder welke condities ze opereren. En wanneer we die informatie hebben, zullen we wat meer specifiek daarop ingaan. Ambassadeur Robert Foucher van de Verenigde Staten waardeert de neutrale positie van Suriname en legt uit dat de sancties zijn ingesteld om een einde te maken aan de onrust in de regio. De eerste aanval van Iran vond plaats op 1 oktober, wat de urgentie van de situatie onderstreept. Het blijft afwachten hoe deze ontwikkelingen zich zullen ontvouwen en welke impact ze uiteindelijk zullen hebben op de Surinaamse economie en samenleving. Basically, the least step we could take at this point to try to push back against Iran, and that's what we were seeking to do. Now, under these sanctions, we identified 6 entities that are determined were involved in significant transactions for the purchase, the acquisition, sale, and transport, or marketing of petroleum or petroleum products from Iran. And of those 6 entities, 3 were registered here in Suriname. And of those 3 entities, each was registering a ship that we've seen getting oil or petroleum products in Iran. And so we felt we had no other choice but to take this step. We hope that we can resolve this quickly. But those entities that are involved in this sort of activity will not be allowed, will remain under sanction with the United States. De ambassadeur benadrukt dat de Verenigde Staten wereldwijd sancties tegen Iran zullen opleggen, wat ook ondernemers in andere landen zal gaan raken. De VSA streeft naar wereldvrede en ziet deze sancties als een middel om onrust te verminderen en daarbij de stabiliteit te bevorderen.